goede avond. Het waren legendarische regeringsmededelingen die in het begin van de jaren 60. Als de eerste minister toen op de televisie kwam, dan praten de Belgen nog dagen na over de vreemde uitspraken die hij deed. Onze mannen zien er tegenwoordig veel beter uit, zei hij ooit. Ze hebben niet meer van die kiekenborsten, zoals in 1418. En meteen joeg hij alle oud-strijders in de gordijnen. Premier in die dagen was de CVP'er Theo Lefebvre. Lefebvre heeft in zijn carrière maar één regering geleid. Van 61 tot 65 was dat, samen met de socialisten van Spaak. En zelden heeft een eerste minister zich tijdens zijn ambtstermijn zo onpopulair gemaakt. Er was natuurlijk niet alleen de Theo-visie, er waren vooral zijn hervormingen, van de sociale zekerheid onder meer en van de belastingen. Zijn progressieve houding in die dossiers lag moeilijk binnen zijn eigen partij. En ook de kiezers straften zijn beleid af. Bij de volgende verkiezingen verloren de regeringspartijen 900.000 stemmen. En toch was het allemaal heel mooi begonnen voor Lefebvre. Op zijn 34ste werd hij partijvoorzitter en tijdens de schoolstrijd werd hij nog letterlijk op handen gedragen. Dit is de historie van een getekend staatsman, Theo Lefebvre. Midden de jaren 50 zet de schoolstrijd ons land in rep en roer. Theo Lefebvre leidt het protest. Dat maakt hem tot een van de meest populaire politici van ons land. Ik vind dat de politicus verder moet denken dan hetgeen hij dagelijks doet en zich niet zozeer bekommerd maken om voorbijgaande populariteit. Een congres van de Christelijke Volkspartij. Voorzitter is Theo Lefebvre. Al van bij de stichting van de partij is Lefebvre erbij. Als hij 10 jaar voorzitter is, krijgt hij van zijn vrienden een origineel geschenk. En l'idée nous est venue parce qu'il était très populaire au sein du parti de préparer comme cela une brochure avec ce qui faisait à ce moment-là le succès populaire de Théo Lefebvre, c'était le fait caricature. Het grootste deel van de oorspronkelijke caricaturen bewaart zijn dochter Marie-Caroline. Ik heb me altijd verwonderd dat er zoveel waren van hem. Hij had natuurlijk een fysiek dat een profiel, laten we zeggen, dat zeker toeliet. Maar zijn neus zou ik zeker. Kijk, het is eigenlijk ook heel tof als je bijvoorbeeld die personage van Punch bekijkt. En je teken dat over. En je zet daar een bril op. En je doet die hoed af. Dan heb je Lefebvre. Het is ongelooflijk, maar dat is dus zo. Het is prachtig. Theo Lefebvre is geboren in Gent, begin 1914. Zijn vader Etienne is advocaat in Gent en lid van de katholieke partij. De vader van Theo Lefebvre was iemand die voor zijn tijd zeer sociaal geëngageerd was. Mijn vader en mijn moeder hebben dat steeds verteld, dat die persoon echt vooruitstrevend was. Zeker voor die tijd en zeker ook voor een persoon die toch tot de hogere kringen van de Gentse bourgeoisie behoorde. Mon père était un brillant avocat qui, avant la guerre de 14, s'intéressait plus particulièrement aux masses ouvrières et plus particulièrement au sort des saisonniers en France. In de Eerste Wereldoorlog wordt vader Lefebvre het slachtoffer van een Duitse gasaanval. 3 jaar later sterft hij. Theo is dan 7 jaar. Hij heeft zijn vader nauwelijks gekend. Theo maakt zijn middelbare studie af in Gent. Hij is geen briljante scholier. Het gezin heeft het ook niet breed. Moeder Lefebvre moet hard knokken om Theo en zijn jongere broer groot te brengen. En de Gentse bourgeoisie is zeker niet zo mals met hem geweest. En weet je, als je over niet zoveel geld beschikt en dan ook niet over de macht en zo, dan word je een beetje uitgestoten. Na de middelbare school trekt Theo naar de Gentse Rijksuniversiteit.
Wel, ik moet u zeggen, ik ben een politiek beest en zeer vroeg ben ik aan politiek gaan doen. Ik heb politiek bedreven aan de Universiteit te Gent. Samen met enkele vrienden richt Lefèvre de katholieke Vlaamse studentenvereniging op. Theo verhuist met zijn moeder en zijn broer naar de Savaanstraat. Na zijn studententijd moet hij naar het leger. Kort daarna breekt de oorlog uit. Na de veldtocht komt Theo in contact met het verzet. Het contact kwam door het feit dat men mij dus gezegd had dat Theo ook sluikperks over... En ik kwam dan bij hem met ons nummertje van de Vlaamse vlaggen. Ik had die man nog nooit gezien. Ik wist van haar of pluim wie het was. We hebben samen een beetje gesproken. En hij heeft die nummers van mij in ontvangst genomen, later nog een keer. En door het feit dat zoiets binnen de oorlog gebeurt... en dat je au fond risico loopt, smeet dat een soort... vriendschapsband die blijven bestaan is. Nog voor het einde van de oorlog trouwt Theo Lefèvre met Marie-José Billiard, dochter van een Brugs geneesheer. Ze blijven in het ouderlijk huis wonen. Hier worden ook kort na elkaar hun oudste kinderen geboren, Marie-Caroline en Etienne. De jongste, Pascal, is een nakomertje. Theo loopt in de voetsporen van zijn vader. Hij wordt advocaat en secretaris van de CVP Oost-Vlaanderen. In 1946 nee, stond hij ook op de lijst, maar hij stond de vijfde. En dat is niet de minste verkozen geweest. Omdat in 1946 de koningskwestie begonnen was. En het is de koningskwestie die hem eigenlijk bewogen heeft en hem ook aangespoord heeft om in de politiek te gaan. Trouwens, Theo Lefèvre was als jong parlementslid gekend omwille van zijn heftige uitvallen in de Kamer. Kon Camille Huismans, Jos van Einde afblaffen, te woord staan en zo meer. Men zag in hem op dat ogenblik zeker geen grote politicus. Men zag in hem vooral een heftige partijmilitant. Ja. Maar natuurlijk, je weet hoe gevoelig heel die koningskwestie lag. En hij heeft zich daarin zodanig geprofileerd en heeft daarvoor gesproken en geijverd en wat weet ik zo, dat hij eigenlijk in Gent beschouwd werd als zijnde een coming man. De terugkeer van de koning heeft heel wat onrust gebracht in het land. Manifestanten die naar de wedstraat optrekken, worden door een dubbele rij rijkswachters opgehouden. De koningskwestie beheerst het politieke toneel tot 1950. Onder druk van de straat doet Leopold III troonsafstand. Zijn zoon Boudewijn neemt het roer over. Een deel van de CVP-leiding eist dat Michiel van der Kerkhoven uitzoekt wie de koning in de steek heeft gelaten. Vooral Gaston Eyskes wordt met de vinger gewezen. Het is de eerste keer dat Eyskes het pad van Lefèvre kruist en het zal niet de laatste keer zijn. De partij moet ook een nieuwe voorzitter kiezen. Lefèvre is geen kandidaat, maar... Wij hebben hem overtuigd om zijn kandidatuur te stellen. Diegene die de kandidaat was, was Van Hemerijk. Maar wij hebben hem gezegd, hij zei 36 jaar en spijt u jong ouderdom en zo meer niet. Stelt u zich voor als kandidaat voor het voorzitterschap. Ten eerste omdat u zeer goed Frans sprekend bent. Ten tweede omdat eigenlijk de Walen... Nee, minder Van Hemerijk beheren, die de naam had van Vlaamse Zin te zijn, terwijl dat u de naam hebt van een authentieke Belg te zijn en een zeer goede koningse zin. En hij heeft zijn kandidatuur gesteld en ganselijk heeft hij dat veroverd en gewonnen in 1950. Theo Lefèvre is een jonge en onervaren politicus, maar zijn vrienden verwachten erg veel van hem. Ik verwachtte van hem dat hij ook wel enigszins sancties zou treffen. Zoals ik voorgesteld had in de vergadering die plaatsgegrepen had na die onderzoekscommissie. Maar dat heeft hij niet willen doen. Op dat ogenblik was hij eigenlijk geneigd tot verzoening. En hij vond dat diegene die hoge bonzen die ik aangevallen had in de commissie, hij heeft gedacht, die mensen mogen niet weg. En hij zei, als ik nu die hoge heren en zo meer de hals... de kop afsnee, dan is dat iets dat ze me nooit zullen vergeven. Hè. En hij heeft dat inderdaad niet gedaan.
Ik was natuurlijk niet mijn dallen, dat ik wegging, dat had geen belang. Hè. Bij de verkiezingen van 1954 verliest de CVP haar volstrekte meerderheid en gaat voor 4 jaar in de oppositie. De socialist Achille Van Acker vormt een regering met de liberalen. Lefebvre kan nu naar hartelust oppositie voeren. La grande période de Lefebvre, ça a été la guerre scolaire. Et il a mis toutes ses forces dans cette bataille. Il a passé des jours et des nuits à se battre, à m'étinguer un peu partout dans le pays. Léo Collard, minister van Onderwijs, snoeit drastisch in de subsidies van de katholieke scholen. In september 1954 ontslaat hij ook de katholieke leraren uit het Rijksonderwijs. Dat nemen de katholieken niet. Het Comité voor Vrijheid en Democratie komt in actie. Voorzitter is Theo Lefebvre. De kopstukken van de CVP kijken sceptisch toe. En het viel mij daarop hoe belangrijke figuren zoals een Struijen, een Guste Schrijver, zelf een Gaston Eiskes, zeer neerbuigend spraken over die grote man, in mijn ogen, Theo Lefebvre. Het comité organiseert op 26 maart 1955 een grote nationale protestdag in Brussel. Onder druk van de regering verbiedt de burgemeester van Brussel de betoging. Maar Lefebvre laat ze op eigen verantwoordelijkheid toch doorgaan. Maar er kwamen zodanig veel mensen in Brussel binnen dat dat een overweldigende betoging geweest is, die geslaagd was buitengewoon. En toen is Theo Lefebvre daar op de schouders gedragen geworden van CVP'ers, als zijnde de man die het gedaan had. Wel, we zullen niet schijnheilig zijn, hè? Dat is niet onaangenaam. Maar dat verandert graag, hoor. Hoho. Maar hij had een doekje, een hoofddoekje, of tenminste, ik heb verondersteld dat het een hoofddoekje was, een hoofddoekje gekregen. Met het teken van de schoolstrijd, driehoek daar, met en op groen achtergrond, denk ik. En ik vond dat natuurlijk prachtig. En op de koop toe had hij zijn handtekening op dit doekje geplaatst. En ik vond het zo spannend. En dan ben ik een hele tijd met dat hoofddoekje naar school gegaan. Voor Theo Lefebvre is de betoging van 26 maart het grootste succes uit zijn politieke carrière. Maar hij heeft enorme risico's genomen. Het enige wat ik u kan vertellen van die schoolstrijd, het is dat Theo bij mij een keer gekomen is en hij had schrik gehad dat die mars op Brussel had kunnen uitdraaien op een clash en dat daar mensen zouden gevallen zijn. In die dagen van de schoolstrijd doorkruist Theo Lefebvre heel Vlaanderen. Elke avond spreekt hij in weer een andere parochiezaal. We waren in Sint-Truiden en we werden daar voor de meeting uitgenodigd door een geneesheer. En die een kopieuze maaltijd voorzette. En het werd 8 uur en we waren nog niet aan het nagerecht toe, zal ik zeggen. En er komen allerlei alarmerende berichten vanuit de zaal. En Theo Lefebvre die zegt: laat ze nog maar een half uurtje sudderen. Ze zullen daarna des te enthousiaster zijn. En met een uur vertraging kwam hij dan in de zaal. En de mensen stonden op de stoelen, riepen Theo, Theo, Theo. En hij genoot daarvan. Hij glunderde zichtbaar. Lefebvre begint zeer radicale taal te spreken. Een van de beslissingen, bijvoorbeeld, die hij heeft genomen, presque tout seul d'ailleurs, même contre l'opposition de certains importants représentants des organisations sociales, de plaider pour le retrait de l'argent des comptes chèques postaux a été très discuté, en effet. Mais il voulait aller très loin. Il voulait gagner et il employait les armes qu'il croyait nécessaires. Il kon de mensen opzwepen. Il kon vooral tegenstrevers met enkele woorden of met enkele citaten, meestal Franse citaten, kon hij de grond inboren, zodanig dat hij nauwelijks nog het mond durfde te openen. Bij de derde betoging in Brussel zijn er zo'n 250.000 manifestanten. De basis blijft Lefebvre dus steunen. ...297.209 personen
hebben het petitionnement ondertekend. Pas in 1958 komt er een einde aan de schoolstrijd met de ondertekening van het schoolpact. Het is een compromis tussen de drie nationale partijen dat pas tot stand is gekomen na vele informele gesprekken. Meneer de voorzitter, ik overhandig u het schoolpact, geparafeerd in het Nederlands en in het Frans. Even later wordt Theo Lefèvre minister van staat. En dan is het gebruik dat men bij de koning zijn opwachting gaat doen om hem te danken. En de koning zei me wanneer ik binnenkwam, ik feliciteer u meneer de minister, weet u dat u de jongste zijt sinds 1830 om minister van Staten te worden benoemd. Ik antwoordde hem van ja. En de koning stelt me dan de vraag, was u niet zeer verwonderd? En mijn kwade duivel werd wakker en met een stalen gezicht antwoordde kan de koning, maar in het geheel niet. En de koning bekeek me, ik zag zich goed, hij zei wat een zelfvoldane vent is die Lefèvre. En hij zei, hoezo? Zegt hij, ik zeg wel, ja, dat is mijn lot. Toen ik de eerste keer werd verkozen als Kamerlid, de nacht zelf werd mijn oudste kind geboren. Ik werd nationale voorzitter van de Christelijke Volkspartij 4 jaar later en binnen de 14 dagen werd mijn tweede kind geboren. En u is al mijn derde kind sinds een paar maanden geboren. Er was nog niets voorgevallen, wel. Nu ben ik minister van Staat. En de koning antwoordt me dadelijk daarop. Wel, meneer de minister, dan geen vierde kind, alstublieft. Want ik wens absoluut te blijven waar ik ben. Dankzij het succes van de schoolstrijd ontpopt Theo Lefèvre zich tot een autoritaire partijvoorzitter die zijn standpunten doordrukt en de macht van het partijbureau verstevigt. De CVP-voorzitter was tot op dat ogenblik vooral een verzoeningsfiguur geweest, een compromisfiguur. En Theo Lefèvre wou dus ook iets te zeggen hebben over het regeerbeleid, wat hem heel dikwijls in conflict bracht met wat toen het CVP-establishment was. Meer dan eens heeft Lefèvre het daardoor aan de stok met premier Gaston Eyskens. Die conflicten waren eigenlijk niet zo hopelijk, je kon dat niet weten. Het is vooral naar het einde toe van de regering Eyskens met de eenheidswet. Dat is volgens mij het begin van de ondergang geweest van de regering Eyskens na de zware crisis in Congo in 60. Ik geloof dat het daar eigenlijk hun wegen uiteen gegaan zijn. Theo Lefèvre is très déçu de la collaboration entre le CVP, PSC et les libéraux. Voulait manifestement ce qu'on a appelé plus tard dans d'autres pays une grande coalition. 1960. Veel vlaggen vertoon naar aanleiding van Rerum Novarum in Leuven, de thuishaven van Gaston Eyskens. Ook Theo Lefèvre komt in Leuven het woord voeren. Een speech waarom tot vandaag heel wat controverse bestaat. Maar wat is er in Leuven precies gebeurd? Wat is er gebeurd, denk ik, als historische waarheid? Rond de figuur van Theo Lefèvre waren een aantal linkse denkers, zoals ze zichzelf noemden, namelijk François Persoons, die achteraf naar het FDF gegaan is, en Claude Joos. En die hadden hem een tekst voorbereid, een zeer uitgebreide tekst, die nogal travaillistische accenten had. Lefèvre laat de meest striemende zinnen uit de speech weg. Hij krijgt applaus, ook van Gaston Eyskens. Het is pas sanderendaags toen heel die tekst van François Persoons in de Libre Belgique verschenen is, wat veel misbaar uitlokte bij de liberale coalitiepartner, dat men daar herrie is beginnen rondmaken en heel die mythologie is ontstaan dat de Rerum Novarum toespraak eigenlijk een doelbewuste zet was tegen Eyskens. Gaston Eyskens n'a pas été content du tout de ce discours, pas constant du tout. Dès ce moment, d'ailleurs, rôdait autour des deux hommes le sentiment que l'un essayait de débarquer l'autre. Et c'est évidemment, ça a gâché les derniers mois de ce gouvernement Eyskens. Bij de verkiezingen van maart 61 voert de CVP een sterk antisocialistische campagne onder de slogan "Met u zegt de CVP nee", verwijzend naar de heftige betogingen tegen de eenheidswet.
Halverwege de verkiezingen komt er een nieuwe, vrij banale affiche. Wel, tijdens die verkiezingscampagne zijn er contacten geweest tussen Paul Henri Spaak, toen NAVO-secretaris in Parijs, en Theo Lefebvre, met de bedoeling een andere coalitie op been te brengen. En ik heb de indruk dat het de eis was van de socialisten dat indien men na de verkiezingen samen wilde regeren, dat niet zulke agressieve antisocialistische campagne kon worden gevoerd. Ils parlaient depuis longtemps ensemble, Théo Lefebvre et Spaak, incontestablement. Je crois qu'ils avaient l'un et l'autre cette même vue des choses. Ce n'est pas un gouvernement qui a été formé comme cela par hasard. Tout ça a été bien préparé. De staking tegen de eenheidswet onder de regering Eyskens heeft heel slechte herinneringen nagelaten. Regeren met de socialisten, de wens van Lefebvre, ligt dus erg moeilijk voor de rechterzijde van de CVP. Lefebvre die stond daar tussen twee vuren en die moest toch de eenheid van de partij weten te behouden. En op die manier moest hij fataal in strijd geraken met Eyskens. Ik denk niet dat op het einde van die regering dat zij vrienden waren. Integendeel. In elk geval heeft hij op een bepaald ogenblik in het zesde dus Eyskens afgesloten. Hè? En als hij eerste minister wordt, met medewerking van Spaak. Een politicus die staat in de politiek om een aantal zaken te verwezenlijken. Hè? Wel, waar kan hij dat doen? Dat is in een regering. Bij gevolg moet hij van de macht houden om die macht te kunnen gebruiken ten einde te verwezenlijken wat zijn ambitie is. Ik hou van de macht. En Lefebvre krijgt een kans. Hij wordt formateur. Je vais faire un grand effort pour pouvoir mettre sur pied un gouvernement structuré de manière rationnelle et nouvelle, de trouver une équipe d'hommes où beaucoup seront, je l'espère, des hommes nouveaux. Dans ces conditions, je ferai d'abord une tentative dans la direction socialiste. Nous avons eu un tour d'horizon très complet. C'est une chose assez curieuse et assez passionnante d'ailleurs quand deux partis ont été opposés constamment l'un à l'autre pendant 12 ans, de se retrouver ainsi autour d'une table et d'arriver à la constatation que sur un très grand nombre de points, il y a identité de vue. Je peux vous dire que tous les noms qu'on avance, que c'est de la pure fantaisie, ce qui ne veut pas dire que par hasard, il ne peut pas se trouver parmi eux quelqu'un à qui je pense vraiment, mais enfin, ce n'est certainement pas par suite d'engagement, de promesses ou de contacts qui auraient été prises avec moi. Et le meilleur moyen de, pour moi, vous connaissez mon mauvais caractère, ne pas être ministre, c'est de m'écrire pour demander de le devenir. Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai donc réussi à constituer le gouvernement s'appuyant sur une forte majorité que je croyais et que je crois toujours nécessaire au bien du pays. J'en suis le premier ministre. J'assure la coördination économique et la coordination de la politique scientifique. Lefebvre verhuist samen met zijn gezin naar Brussel, naar de ambtswoning van de eerste minister. Ik heb daar natuurlijk herinneringen aan als klein kind. Het was ons huis. We hebben daar echt gewoond. Volgens mij waren we ook de eerste familie van de eerste minister die daadwerkelijk op de Lambermontstraat woonde. Maar omdat mijn moeder ook op zoveel officiële diners aanwezig moest zijn, heeft mijn moeder besloten dat we naar de Lambermontstraat zouden gaan om er te wonen. Zij hield er zeker van om de vrouw van een groot politicus te zijn. Ongetwijfeld. De jaren voornamelijk vanaf 61 tot en met 65 zijn voor haar geweldige jaren geweest. En in het begin vond ik dat helemaal niet leuk. Maar dan, 6 maanden later, had ik wel leukere dingen gevonden.
En dus bijvoorbeeld, mijn vader werd veel uitgenodigd op premières van in theater en zo. En mijn vader kon er bijna nooit naartoe en dus ik gebruikte de kaarten. Maar als vader is het natuurlijk een afwezige vader geweest. Ik zag hem 30 minuten per dag en dan nog. Na lange en moeizame onderhandelingen heeft Lefèvre eindelijk zijn zin. Hij stelt zijn regering met de socialist Paul-Henri Spaak voor. Maar Lefèvre botst op veel tegenstand in eigen rangen. Zelfs zijn kinderen krijgen op school verwijten naar het hoofd geslingerd. Ik heb er persoonlijk niet onder geleden, maar mijn broer wel. En onder andere op de katholieke scholen waar hij was, werd hem voor de andere leerlingen van de klas verweten dat mijn vader met de roten in dezelfde boot was geweest. Je me souviens d'un jour, quand on, après les élections de 61, quand on préparait le gouvernement, Théo Lefèvre m'a dit, André, nous allons devoir gouverner avec les terroristes. Regeren wordt een zware klus voor Lefèvre, want hij heeft geen ervaring, is zelfs nooit minister geweest. Maar hij pakt de problemen met veel durf aan. Om te beginnen wil hij de belastingen hervormen. Wel, ik denk dat dat in zijn travestische denkpatroon lag, namelijk dat de mensen, de beter gefortuneerden, dat die meer belastingen moest betalen. En dat is zeer slecht overgekomen, steeds bij die rechterzijde van de CVP-PSC. Maar hij vond dat dat nodig was. Ook omwille van de samenwerking met de socialisten. En ook door de druk die uitgeoefend werd door de christelijke vakbonden. En heeft het dus toch doorgekregen. Hè? Edmond Le Burton, minister van Sociale Zaken in de regering Lefèvre, dient in maart 1963 een voorstel in om de ziekteverzekering te hervormen. De dokters voelen zich aangevallen. Volgens hen komt de vrije keuze van geneesheer in het gedrang. Ze dreigen met een staking. Het standpunt van de geneesheer was dat zij alleen in zaken de gezondheid van een cliënteel, dat zij de baas waren en dat hun beslissingen niet konden betwist worden. De regering dacht dat het algemene welzijn de voorrang moest hebben. De vergaderingen verlopen in een erg gespannen sfeer. En juist nu doet Lefèvre een van zijn meest gevleugelde uitspraken. Je n'en sais rien du tout. J'espère qu'on ne devra pas appeler ce temps le temps des assassins. Voici le temps des assassins. Ja, dat was natuurlijk typisch voor hem. Men heeft dikwijls gedacht dat Theo uitspraken had die precies uit zijn mond weggeglipt waren. Theo was daarvoor veel te verstandig en veel te belezen. Dus zat hij met zulke ideeën en zulke gevleugelde woorden zaten achter in zijn hersen. En als hij zoiets gevonden had, zo'n bon mot, dan kan ik u verzekeren, hij kon het niet laten om die uitdrukking in het openbaar te gebruiken. Quand on lui faisait des remarques à cet égard, sa réponse était toujours, mais est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité aux gens? De geneesheren van de CNAC zeggen, wij zijn niet bang, wij ook niet. Ze zeggen, het zal niet gaan voor u na de 1 januari. Wij zullen wachten tot na 1 januari, tot hiertoe heb ik de barakka gehad en ik zal ze nog een keer hebben. Overtuigd van zijn gelijk, zet Lefèvre het geluk naar zijn hand. Om de staking te breken, laat hij de dokters van het leger en alle geneesheren verbonden aan een ziekenhuis opeisen. We zijn nu in de vroege morgenuren. De vergadering is zeer lang geweest. Er is blijk gegeven geworden van zeer veel geduld en het is beloond geworden vermits we tot een akkoord zijn geraakt. Over enkele ogenblikken zal mijn kabinetchef lezing geven van het gezamenlijk communiqué. Om aan de politieke druk te ontsnappen, duikt Lefèvre af en toe onder bij vrienden of kennissen, of trekt hij zich terug in de stilte van de abdij van Dendermonde. Waarom hij eigenlijk hier kwam,
heeft hij zelf neergeschreven in een boekje dat in het jaar van zijn overlijden in 1973 verschenen is. En daarin schrijft hij: in de abdij van Dendermonde vind ik de vrede en ervaar ik de sereniteit van de Heer. Ik mag er mij ook de weelde laten welgevallen van de ware vriendschap die mij hier zo gul wordt toegemeten. Hij had dat nodig. Dus 2-3 dagen in een abdij verblijven midden van de paters en in die sfeer van het godsdienstig beleven dat tot het zijne maken, dat was voor hem noodzakelijk. Wat hij heel dikwijls deed, zelfs in een belangrijke vergadering of als ergens in een gezelschap was het hem niet aanstond, dan haalde hij een boek of een krant boven. Hij was berucht dat hij in het parlement Pascal zat te lezen. Hè? Dat heeft hem dikwijls genoeg verweten. Dat was ook een vorm voor hem om te zeggen, je bent allemaal flauwe praat aan het vertellen. Hè? Wat dikwijls waar was. In het begin van de jaren 60 organiseren de Vlaamse nationalisten een mars op Brussel. Vlaanderen wil meer zelfstandigheid. De taalwetten die Lefebvre en zijn ploeg voorstellen, zien de flaminganten niet zitten. Ook nu weer krijgt Lefebvre het meest tegenkanting van zijn eigen partijgenoten, vooral van Jos de Sager. Hij neemt het niet dat door het nieuwe taalcompromis voor Brussel 6 Vlaamse randgemeenten tweetalig zouden worden. Lefebvre moet het onderspit delven en biedt het ontslag van zijn regering aan. De politiek is een spel. Men moet kunnen winnen zonder hoogmoed en verliezen zonder spijt over te hebben. Maar voor het land zelf meen ik dat het een ergere toestand is. Ik kom dus van het Koninklijk Paleis terug, waar de koning het ontslag van de regering heeft geweigerd. De koning is de mening toegedaan dat deze regering een oplossing moet vinden voor het probleem dat het land bezocht maakt. Het zal zeer, zeer moeilijk zijn, maar ik zeg het u, waar de nood het grootst is, is de redding nabij. Een conclaaf met alle topministers en partijleiders moet de redding brengen. Hebben we een oplossing die aanvaardbaar blijkt voor de meerderheid, dan zullen we daarmee voor de Kamer komen. Zou het blijken dat dat niet het geval is, dan zeg ik u, ik ben niet zinnens dat plezier zeer lang te rekken. Faciliteiten voor Frans sprekende in 6 Vlaamse randgemeenten van Brussel. Dat is voor Lefebvre de oplossing, maar niet voor de flaminganten. Hij had geen Vlaamse reflectie, volstrekt niet. Integendeel, hij had een afkeer van de Vlaamse nationalisten. De eenheid van België. Dat is de leidraad geweest van zijn leven en van zijn bestaan. Theo Lefebvre wou dus een soort balans opmaken van zijn regering. En hij had een aantal journalisten die in de Wetstraat werkten, uitgenodigd op een lunch. Hij had gezegd, toen hij zijn regering vormde, dat het een grote regering ging worden. En ik vroeg dan, de eerste minister, denk je nu dat het een grote regering is? Meneer Maas, het is me een beetje delicaat daarop te antwoorden, omdat ik een Gentenaar ben. En u weet dat de Gentenaars alle hoedanigheden bezitten met inbegrip van de deugd, van de nederigheid, en ze verheugen zich daarover. Wat is precies een grote regering? En volgens mij is een regering groot in de mate dat zij de belangrijke en netelige problemen en zelfs de gevaarlijke problemen aanpakt. Dat ze daarvoor oplossingen voorstelt aan het parlement en aan het parlement durft te zeggen, kijk, ik heb nu mijn verantwoordelijkheden in die zaak opgenomen en nu gij de uwe. In mei 1965 moet de bevolking haar verantwoordelijkheid opnemen en het werk van de regering Lefebvre Spaak beoordelen. De PVV, dat is de vernieuwde liberale partij, voert een harde campagne. Om de fiscale hervorming van de regering Lefebvre aan de kaak te stellen, brengt ze imitatiebriefjes van 1000 frank in omloop met de weinig flatterende beeltenis van Theo Lefebvre. De resultaten van de verkiezingen zijn vernietigend.
De historische regering Lefebvre-Spaak wordt genadeloos afgestraft. Maar hij heeft vooral onderschat de aversie van de rechterzijde binnen de CVP voor die fiscale hervorming. Volgens mij ligt daar meer dan in Hertogenendal de oorzaak van de verkiezingsnederlaag die enorm was. Want de regeringspartijen hebben toen bijna 900.000 kiezers verloren. Dat is nooit gezien, nooit vertoond in België, 900.000 kiezers. Achteraf heb ik daar een paar keren met Theo Lefebvre over gepraat. En hij sprak daar eigenlijk relativerend over. Zo van, de CVP heeft daar overtollig vet verloren. Ik denk dat dat voor hem een zware ontmoediging geweest is. Maar Theo Lefebvre is altijd in het diepste van zichzelf een travailliste geweest. Dus iemand die trachtte de centrum-linkse gedachten te laten zegevieren. Dat vooruitstrevend beleid is begonnen met de steun van de groep en de CVP die, laten we zeggen, links georiënteerd was. Maar onderweg hebben die vrienden hem toch niet veel gesteund. Hè? Om zijn verkiezingsnederlaag te verwerken gaat Lefebvre naar de Verenigde Staten. Bij zijn terugkeer is hij politiek geïsoleerd. De enige die hem onmiddellijk te woord heeft gestaan en die dus al zijn afspraken voor de dag na de terugkomst van Theo in Brussel, die al zijn afspraken afgezegd heeft, was Paul-Henri Spaak. Want dat waren twee zeer dikke vrienden. Hij ging uit van het principe dat als men houdt van de macht, dan moet men ook aanvaarden tegenslagen te hebben. Dat it's part of the game. Ja, ik zou kunnen zeggen, kijk, het jaar nadat ik had opgehouden eerste minister te zijn, dat dat werkelijk een deficitair jaar was. Op het politieke vlak. Maar dat is er dan een jaar geweest van mijn zeer grote vriendschap met Oscar Zespers. De beeldhouwer. Ja, dat was positief. Als hij als eerste minister zijn borstbeeld liet maken door Oscar Zespers, werd hem dat verweten omdat Oscar Zespers geen grote katholiek was. Precies of dat je een katholieke sculpteur of katholieke kop kunt hebben. Dat was Theo legde zulke zeggen naast zich neer. Maar voor veel mensen was dat een argument om te zeggen, zie je wel, en je zei gezinnig, et cetera. Daar waar hij in feite gewoon eerlijk was. Hij was kunstminnend. Ik wil zeggen, hij kon zelf niet tekenen en schilderen, maar hij kon het wel waarderen en herkennen. En hij heeft ook goede vrienden gehad in kunstenaarsmilieus. Zo bestond er ook een gewoonte in de Tweekerkenstraat dat er een schilderij zou gemaakt worden van alle partijvoorzitters. En dus hij is het 11 jaar geweest, dus hij had zeker ook een portret. En dat heeft hij gevraagd aan Van Zanen. Op een bepaald moment zeg ik hem, ja, ik ga in de tentoonstelling maken van tekeningen die ik, karikaturen en zo. En hij zegt, wel, ik zal het voorwoord doen. En dat was voor mij heel tof, want het, ja, ik heb hem dat zelfs niet gevraagd. Hij heeft dat zelf voorgesteld. Ik vond het eigenlijk ook een grote eer. De laatste jaren onder de karikaturisten is er een die ik bijzonder apprecieer. Dat is hier Hugo Kay. Omdat hij zich de moeite getroost om een inzicht na te streven in het gebeuren rond de persoonlijkheden die je karikatureert. Ik denk dat karikaturisten dat eigenlijk bijna aangevoeld hebben, dat hij zo'n personage was, dat eigenlijk ook zocht, die communicatie, zoals die pop van Polichinelle dat altijd gezocht heeft. En daardoor kreeg je zo'n een verhouding dat men eigenlijk ook eigenlijk met hem spotte. In aangename stem. En een vriendelijke glimlach zijn onontbeerlijk. Uiteindelijk is het Gaston Eyskes die Lefebvre uit het isolement haalt. De man met wie hij zo vaak overhoop heeft gelegen, maakt hem nu minister van wetenschapsbeleid. Ze hebben hem dat gegeven zo, als cadeau om te kunnen leven.
Want één ding van Theo Lefevre, die hem eert, is het volgende. Nee, dat was een eerlijk man. Hè. Die man heeft zich nooit verrijkt. Hè. Nee. Maar hij heeft zeer fel geleefd. Zo. Het geld interesseerde hem absoluut niet. Absoluut niet. De macht interesseerde hem. En wat hij met de macht kon doen, interesseerde hem. Bij een regeringswissel is Lefevre niet langer minister, maar staatssecretaris. De pers spreekt schande en heeft het over een degradatie. Maar hijzelf, hij tilde daar niet zwaar aan, omdat hij dezelfde bevoegdheid had behouden en dat hij toch protocolair als minister van Staat een hoge rang bleef bekleden. Hè? Eind april 1969 overlijdt Lefevre's oudste zoon Etienne. De jongen is maar 19. Ik was 10 toen hij stierf. Wie weet ook dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dus dat is een zeer pijnlijke periode geweest. Voornamelijk voor mijn vader. Hij heeft altijd gezegd van er is een periode van voor het sterven van mijn oudste zoon en na het sterven. En al de rest heeft te weinig belang. En ik kom in onze living. En daar zit in de zetel, daar zit Theo, die mij daarover vertelt. Een klein detail, gans toevallig, hing boven hem een aquarel van Fernand Léger met het fameuze vers Voici le temps des assassins. Oh, dat is eigenlijk fantastisch. Dat herinnerde. Ik zag dus de vechter, de man die in feite gelukt was in zijn strijd, en die jongen zat daar nu met dat trauma. We hebben met elkaar zeer diep gesproken en ik heb hem kunnen troosten. Hij had bijna iedere dag nachtmerries. De enige keer dat ik hem heb horen huilen op de radio was ook ergens in 72 of 73 voor een uitzending. Toen hij het had over het overlijden van zijn oudste zoon. Ik had mijn oudste jongen, hè, die nog een klein manneke was toen ik eerste minister was, die had daar ontzettend onder geleden. En hij is gestorven. Dan geef ik hem wel. Om alle zorgen te vergeten stort Theo Lefevre zich op zijn werk. Als verantwoordelijke voor wetenschapsbeleid is hij het meest geïnteresseerd in ruimtevaart. Was ik niet een man van de daad, zou ik misschien toegeven aan de ontmoediging. Maar het pessimisme is een slechte werkhypothese. En ik heb de indruk dat stilletjes aan, ik zou zeggen millimeter per millimeter, dat stilaan het gedacht veld wint, dat men tot een gecoördineerd wetenschappelijk beleid moet komen in Europa. En dat vond ik ook heel mooi, dat hij dus het aandurfde om wetenschapsbeleid naar voren te brengen, wat in die tijd een ultra minuscule bekommernis was van bijna niemand. Theo, die nogthans in de rechtswetenschappen, dus in de geesteswetenschappen werkte, die zag het belang in van zich bezig te houden met positieve wetenschappen en dat daar de toekomst lag voor gelijk welk volk en dus ook voor onze universiteit, etc. De astronauten die als eerste voet op de maan hebben gezet, moeten ook onze wetenschappers en politici warm maken voor ruimtevaartprojecten. Daarom nodigt Lefevre hen uit naar Brussel. Als Gaston Eyskes er in november 1972 de brui aangeeft, is Theo Lefevre al fel vermagerd en getekend door ziekte. Hij voelde zich al eenzaam sinds dat hij mijn broer verloren had. Dus de ziekte erbij, hij maakte hem nog eenzamer. Alhoewel natuurlijk zijn hele familie aanwezig was. Hij had vele echte vrienden, maar het was zeer moeilijk. Ik weet dat hij nog een reis naar Israël aan het voorbereiden was. Dat hij nog naar Compostela wou gaan. En dus plannen had hij genoeg. Waarschijnlijk politieke plannen ook, maar dat zei hij dan niet.
Die plannen heeft Theo Lefèvre niet meer kunnen realiseren. Hij overlijdt in september 73, nog geen 60 jaar oud. Zover het portret van Theo Lefèvre in onze serie En de krokodillen spraken. Volgende week ronden we de reeks af met een politicus die 8 jaar geleden werd begraven, maar die nu nog geregeld de krantenkoppen haalt. Ze accuse de comploter contre le président du PS. Allez, c'est moi qui l'ai fait. On parle de vous comme de Léonid Brejnev. Ceausescu aussi. Saddam Hussein. Je suis tout ça à la fois. Vous n'êtes pas un comploteur? Ah non, mais il y en a qui regrettent que je découvre les comploteurs. Ils n'aiment pas ça. Et il m'a dit ceci, je dis sérieusement, je ne mourrai pas dans mon lit, ma fille, il m'a dit. André Kools werd neergeschoten op 18 juli 91. Tot nog toe is niet bekend wie daarvoor de opdracht gaf. Maar wie Kools was, daar komen we wel achter. Volgende week vertellen we het levensverhaal van de meester van Flemal. De historie van André Kools dus. En daarvoor zie ik u heel graag dinsdag terug.